Oké, maak je er klaar voor. Let's go. Password workout live. Woensdag 6 mei. Yes. Nou, we gaan beginnen. Op en op. We gaan bouwen als spierkracht. Links en rechts. Three, two, and one.
push-up. En dan weer terug. Hand naar beneden. Loop uit. Push-up. En dan terug. Ja. 5 keer. Komt-ie. Loop uit. Push-up. En terug. Komt-ie. Hop. Nog 3. Ja, kom op, nog 5, 4,
3, 2, en 1. Heel goed. Oké. Gaan we twee armen doen. Zak in. 1, 2, kom op. Hup. Yeah.
Zijwaarts hoofd. Hou horizontaal. Strek uit. En terug. Uit. En terug. Uit. En terug. Kom op, hè. Boven zo horizontaal. En dan strek je hem uit. Kom op. Hou vol. Lekker kramp in die billen. Kom op. Zet door. Zo hoog mogelijk. Op 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Oh. Heerlijk. Oh, daar die strakke billen van, mooi. Ja, oké. Gaan we de variatie daarop doen. Ja, kicking donkey. Dus, gaat je hak omhoog daar. 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 Ja, doe maar mee. Hop. Daar. Hop, hop, joppa, doe gewoon lekker mee, slow workout, en geen springen en gedoe, maar even wat spierspanning, langzaam, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, joppa. Hou vol. Nog 10 snel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Je ziet het daar. Snelle variant, langzame variant. Let je een beetje in de mix. Andere kant. Hak omhoog en terug. Omhoog. Hop. En uit. Ja. Kom op, hou vol. Voel die spieren. Trek in die kramp. Hop. En je ziet nou een seconde boven vast. En door. Hop. 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 Kom op, hou vol. Gaan we langzaam. 1, 2, 3. En op. 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 Kloppen, hou vol. Op. 2, 3. Op. 1, 2, 3. Hop. Nog 10 snel. Kom 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Lekker man. Oké. Let erop wat we gaan doen. Zet je handen neer. Voeten laag. Kijk of je in kan zakken. Asian squat. Test een beetje je lenigheid. Zet dus nooit je handen neer. Omhoog. En uit. Naar beneden. Ja. Beetje de kikker, maar ook en je moet je tenen. Naar beneden. En uit. En uit. Zo diep mogelijk. En uit. Uit. Uit, kom op, hè. 10, hop, 9, hop, 7, kom op, 6, 5, 4, 3, 2, en 1, heel goed.
Ja, ben je klaar voor? Kikken zit. Teen je hakken omhoog. Jij zit op je hakken. Kom op, handel. Ja, ben je klaar voor? Goed zo. Dan meteen zit je handen neer. Uit, in, uit, in, uit, in, uit, in, uit, in, uit, in. Doe maar mee, kom op. Hop, daar, 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 daar. Blijf steunen, hop, 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 daar. Kom op, daar door. Hop, daar. Kom op. Houd het been weg, dat je goed kan steunen.
Kom op, maar die is zwaar deze. Maar dat mag ook wel. Uitgedaagd worden. Kom op. Ja. Nog 10 stuks te gaan, hè. Kom op. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ah. Mooi. Telt allemaal mee, hè. Denk aan je ademhaling en je mond uit. Oké. Ga je zijwaarts liggen. Je hand een beetje in je zij. Beenlift. Daar zo. Door wat in te draaien. Ga je hier achter pakken. En wat meer in je zij. Daar. Ja, dus kom even zijwaarts in het hoofd. Rug een beetje ingedraaid. Dat heb ik ook daar. Ik ga niet helemaal recht zo. Draai een beetje in. Dan gaat hij meer van beeld van onderrug. Hup. Kom op, hè. Buik door de benen. Heerlijk. Hup. Trek hem hier achterin. Kom op, Paul. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oeh. Oh. Midden. Andere kant. Dus probeer hem echt op bovenaan te punchen. Probeer in te trekken. Ja. Daar. Ik leun een beetje naar voren, dat ik hem hier ook kan pakken. Doe maar mee. Daar. Probeer die lijn aan te houden, dan een klein beetje naar voren, daar. Hop. Kom op. Bravo. Kom op, rest door. Kom op. Tot 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oeh. Oh, die gaan we voelen morgen. Lekker. Oké. Ja. Ga nog even liggen. Wat je nu gaat doen. Arm gebogen houden. Dus in en uit. Daar. Maar laat jezelf hier op je heup. Zet jezelf rechtop. Dat je hem daar gaat voelen. Dus daar. Daar. Ja. In één arm inzakken en uitduwen. Kom op. 15 stuks. Komt ie. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Als je maar genoeg erin leunt, dan ga je de spieren voelen. Als je zegt, ja, ik voel het niet. Dan heb je waarschijnlijk je lichaam net verkeerd. Of gebruik je te veel je arm. Je duwt je uit. En hier zet je spanning door rechtop te komen. Daar, daar. Ja? Kom maar. Uit. 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 Hop. Kom op. Dus zet jezelf rechtop op je heup, op je bil. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 en 1. Ja. Lekker man. Goed. Ik zal ze nog mijn schouder bij spieren. Kijk, gaat steunen. Op je handen en voeten. Of je blijft zo staan. Ja. Je gaat draaien. Hop. Draaien. Hop. Strek je benen uit. Een stukje naar achteren moet je zien. Daar. Hop. Daar. Kom maar door. Doe maar mee. Strek je benen uit. Wil je zwaarder maken voor jezelf, kun je ook inzakken. Dan schrijf je die en uit. En uit. Hop. Hop. Gelijk een tricepdipje. En door je been uit te strekken, kan je wat verder naar beneden. Kom op. Draai een beetje in voor je schuine buikspieren. En knik in de stoot voor je ellebogen, voor je triceps en je schouders. Ja, nog 5. 4. 3. 2. En je laatste. Heel goed. Nou, gaat lekker hoor. We zijn al een half uur voorbij. We gaan nog 10 minuutjes door. Ja. Nog genoeg te doen. Ga naar de standaard buikspier in. Kijk. Zo. We hebben een muziek recht. We zijn van de filmpje straks weer een stuk. Oké. Buikspieren. Oké. Let op. Dus zo die hakken, je mag hem ook staan doen. Je gaat naar achter en je komt naar voren. Achter en voor. Achter en voor. En langzaam hè. Dus niet te snel. En terug. Go. Kom op. En terug. Je trekt hem een beetje vanuit je bovenbenen. Door hem vast te houden bij je buikspieren aan. En dan kom je terug. Kom. Hop. En terug. Nog 5. 4. 3. Nog 2. En nog 1. Ja, ja. Kijk. Ja, ben je er klaar voor? Gaan we gelijk door, hè? Hou niet van lange pauze. Heeft geen zin. Gewoon lekker effectief, half uur, drie kwartier. Even aan de gang blijven. Het is toch alweer op 250 calorieën zonder te springen en zonder te rennen. Gewoon door lekker continu in beweging te blijven. Crunchen. Handen bij je slaap. Een beetje hier aan, omdat ik in beeld. Op en neer. Ja. 20 stuks komt die. En op. 19. 18. Hou boven vast, hè. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Je zit lekker bovenin vast, dan zak ik terug, komt ie. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Nu gaan we tellen, kom op, kom op. 4. 3. 1. Heel goed. Langzaam voel je de spanning ook opbouwen. Oké, gaan we pink weer doen, links, rechts. Duim, schuizen van de grond, hoog naar voren. Tik je hart aan, links, rechts.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. En hij is te ver. Dus je blijft dan in die crunch hangen. Je komt dan omhoog, je blijft in die crunch hangen. Dan ga je bewegen. Moet die spieren extra veel moeite doen. Lekker man. Gaat goed, gaat goed. Houd op. Gaan we even leg raises doen. Laten zakken en omhoog. Ja. Gaan we ook weer langzaam doen dan. Handen bij je billen, daarnaast zo. Beenstrekken. Laag en los. En los. Gaan we tellen. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kom op, 10 stuk. 3, 2, 1. En 1, 2, 3. Nog 9. 3, 2, 1. En 1, 2, 3. 3, 2, 1. En 1, 2, 3. 3, 2, 1. En 1, 2, 3. Nog 5. 1, 2, 3. En 3, 2, 1, nog 4. 1, 2, 3. En 3, 2, 1, nog 3. 3, 2, 1. En 1, 2, 3. Nog 2 stuks. 1, 2, 3. En 3, 2, 1. De laatste. 1, 2, 3. En 3, 2, 1. Ah. Lekker zeg. Echt helemaal van boven naar beneden. Voel die spanning. En dan ga je aanspannen om die benen op en neer te krijgen. Lekker, lekker. Goedje. Ja, we doen nog wat push-ups. Omdat we daarmee ook weer de spanning op je buikspieren. En in uitzakken voor je schouders en je armen. Vooral op de borstspieren. We doen er 10 stuks. Maar dan gecombineerd. Breed, recht, smal is 1. Ja? Doe jij de tempo zodat je het volhoudt. Kijk hoe diep je kan komen. Komt ie. Breed. Recht. En smal is 1. Breed. Recht. En smal is 2. Breed. Recht. En smal is 3. Breed. Recht. En smal is 4. Breed. Recht. En smal is 5. Ja, de volgende 5 gaan tellen, die ga je echt voelen. Desnoods doe je hem op je knieën, maar blijf wel in die schuine positie. Nog 5 stuks te gaan, komt ie. 5. 4. 3. Niet gelukt, maakt niet uit, hè? Alles wat je gedaan hebt telt.
Zo moet je dat het zien. Ja, ik heb 10 niet gehaald. Degene, als het voor jou zwaar genoeg was, is het voor jou zwaar genoeg. Dat is het enige wat belangrijk is. Als jij maar voelt dat je inspanning hebt geleverd en dat je moeite hebt gedaan, dan kan je trots zijn op jezelf. En dan ga je vanzelf wel die spanning voelen. Morgen, overmorgen, dan krijg je dag 2 altijd het ergste. Goed zo. Kijk. We gaan er even eentje doen. Want we doen even geen burpee vandaag. Maar we gaan een beetje stofzuigen. Downward dog, zoals ze dat noemen. En dan in die stofzuiger. Ja. Misschien nog bijna net zo erg als burpees. Maar we zouden niet springen vandaag. En we hebben net push-ups gedaan. Ja, ben je klaar voor? Heel goed. Dus we gaan gras maaien, stofzuigen, weet ik hoe je het noemt. Tweede lijf, een beetje gebogen. Je zakt in naar voren en je komt omhoog. Dan wat van weg doen. En terug. En terug. En terug. 10 stuks komt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woehoe. Ja, het is al 10. Mooi. Lekker. Nou, goed gewerkt hoor. Zitten we bijna door onze tijd heen. Ja, inderdaad, iemand zegt dat dag 2 is het lekkerste qua spierpijn. Als je het goed hebt gedaan, voel je het dan het meeste. Dus ja, dan weet je dat je echt gewerkt hebt. Oké. Maak even lang, rek je uit. En ontspannen. Zijn neus in. Lang, uit en door. En de muziek. Zo. Neem die ademhaling, neus in, mond uit. Nou, volgens mij hebben we alles wel weer gehad vandaag. Kuiten, bovenbenen veel gedaan, billen. Onder de hamstrings, zeker gehad. Verschillende oefeningen. Ja, buikspieren, zowel veel zijwaarts schuin gedaan. Natuurlijk ook met je sit-up, of met je crunches, je leg raises. Ook veel je rechterbuikspieren, zeker in die langzame formatie. Erg strak. Ja, natuurlijk push-ups hebben we gedaan. Schouders, borstspieren tellen daarin mee. Rugspieren natuurlijk ook hebben het steunen. Elke keer dat die rugspanning komt. Moet je hem goed recht houden, dan train je je rug automatisch mee. Niet op een overdreven manier, maar wel goed dat die kleinere spieren ook veel meer moeite moeten doen. En dan denk ik met die downward dog net, hè, dat stofzuigen, dat hele verhaal. Nou, ook zeker voor je rugspieren erg krachtig om je zo in die beweging te krijgen elke keer. Dus, workout zonder springen. En toch merk je dat je veel inspanning hebt geleverd. Tenminste, ik wel. Ik weet nooit zo snel, maar met deze workouts krijg je toch altijd lekker warm. Dus nee, dat hoop ik dat jij dat ook had. En dat je het lekker hebt gevonden om even zo weer in beweging te komen deze ochtend. Ja, heb je nog energie over en wil je die kwijt? De workout van afgelopen maandag en natuurlijk van de keren daarvoor. Maar afgelopen maandag, die heb ik vanmorgen erop gezet. Dat was echt met veel springen en continu in beweging. Dus heb je nog wat energie over, knal die erachteraan. Ja? Dus de workout van 4 mei is dat op herdenkingsdag. Ja, voor nu. Goed rekken en strekken. Zorg goed voor jezelf. Als je nog wat te eten neemt, doe iets met kwark of yoghurt of zo. Hè, voor die voedingsstoffen. Misschien wat granola, wat fruit erbij mixen. Dan heb je gezonde voeding tijdens of na het sporten. Dus dat is goed voor je. Ga ik een hele fijne dag wensen. Het wordt weer mooi weer. Geniet er lekker van, mensen. Blijf veilig. Nog even binnen blijven. Vanavond komt daar een nieuwsuitzending waarin ze, verrassend genoeg, maar waarin ze inderdaad een soort stip aan de horizon willen zetten van waar gaan we nou naartoe.
Ik hoop dat dat lukt. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat haalt wat onrust uit de hele maatschappij. Omdat mensen nou eenmaal graag toch een visie willen hebben. En daarin inderdaad, nu zijn we afhankelijk van de overheid. Of moet de overheid zijn visie delen. We zijn bezig om een visie te formeren van hoe kunnen we ook weer binnensporten. Topsport mag het op dit moment. Hoe kunnen we dat kopiëren naar binnen? En kunnen we dan voor iedereen het binnensporten ook weer aangenaam maken? Hier hebben we genoeg ventilatie. Omdat de deuren open kunnen, maar ook voor andere hallen waar dat niet is. Met die anderhalve meter en de hygiënemaatregelen is het denk ik mogelijk. Maar goed, we moeten goedkeuring krijgen, we moeten even afwachten. Vanavond krijgen we meer nieuws van onze minister-president over hoe we verder gaan. Dus houd het nieuws in de gaten en zodra we meer weten, delen we het natuurlijk met jullie. Bedankt voor het trainen weer op Fast Forward Workout Live op woensdag 6 mei. Dit was PP en dan zie ik je graag vrijdagochtend weer om 10 uur of bij je volgende Gerend parcours training hier zo. Later!